dat je hier bent. Ik wil je even een paar vragen stellen. Vertel even wie je bent en aan iedereen. Ja, ik ben Wendy Kersens. Ik ben social advertising specialist. En ik verzorg voor online ondernemers met een online business hun Facebook en Instagram advertentiecampagnes. Dus, en daarnaast adviseer ik bij een social media strategie. Ja. En dus jij helpt echt topondernemers om een bedrijf verder te laten groeien. Ja. En zoals je weet help ik ambitieuze vrouwen om een succesvol VA-bedrijf op te zetten op hun voorwaarden. En ik help ze om echt door te groeien naar een VA-player. En een VA-player is iets heel anders als een standaard VA. Jij bent gaan samenwerken met een van mijn VA-players uit mijn community. En ik ben heel erg benieuwd, waarom heb jij gekozen voor een virtuele e-player in plaats van een VA? Ja, omdat ik het... ik heb eerdere ervaringen ook met VA's gehad. En die leveren ontzettend goed werk. Maar het verschil tussen een A-player en zeg maar een B-player, om het zo maar te zeggen, is dat je bij een A-player zelf zo gestimuleerd wordt ook en uitgedaagd wordt. En je kunt het echt helemaal loslaten. Je kunt het helemaal op vertrouwen bij een A-player van het wordt gedaan zoals ik het wil. En ik heb bijvoorbeeld mijn evenement, een klantevenement, helemaal uitbesteed aan een A-player. En ik heb er echt helemaal geen omkijken naar gehad. En zelfs toen ik daar kwam voelde ik me echt de koningin, zeg maar. Bijna dat je je bezwaard voelt, maar dat is wat echt een A-player doet. Dat besefte ik me daar heel goed. Ja. Ik kon me gewoon volledig focussen op dat wat ik te doen had die dag. En de rest werd gewoon helemaal geregeld. En doordat ik kan doen en me kan focussen op de dingen die voor mij belangrijk zijn, dan wordt de impact veel groter. Dus ja, dat heeft wel... En wat is de droom die voor jouw bedrijf uitkomt om met e-players te werken? Wat maakt dat voor jou en jouw business mogelijk? Dat maakt enorm veel mogelijk. Dat maakt mogelijk dat ik veel sneller kan gaan. Dus dat de activiteiten sneller uitgerold kunnen worden, ideeën sneller uitgerold kunnen worden. Dat ik vooral, het belangrijkste vind ik toch wel mijn tijd. Dat ik zelf de vrijheid behoud om de keuzes te maken die ik wil. Mm-hmm. En de andere zaken kan uitbesteden. Ja, ja. En dat niet alleen, hè, want een e-player neemt tijd uit handen. Maar denkt ook mee in, hey, wat voor kansen en mogelijkheden liggen nog meer in jouw business. Omdat je altijd een eigen blinde vlek hebt van jouw business. Dat een e-player ook meedenkt van, hey, oh, heb je hier al aan gedacht? Mm-hmm. Of laten we dit eens doen om echt, een e-player is iemand die echt helpt om bedrijven te laten groeien, om de klant op de best mogelijke manier te helpen. Ja, en dat zit hem wel, want naast dat event ondersteunt ze hem ook secretarieel. En dat betekent zoals agendabeheer en dergelijke. En daar zie ik dat zij stappen zet, waar ik zelf nooit aan zou denken. Maar het zijn kleine dingen die voor mij enorm verschil maken. Dat er de notities al in mijn afspraak staan, alle details die ik moet weten. Maar ook als ik naar een hotel ga, staat al bij waar ik kan parkeren. En, weet je, maar dat soort kleine dingen ontlasten mij zo, dat ik alleen maar daarin hoef te kijken en niet meer mails hoef op te zoeken of niet meer. Dus daardoor, ja, en ja, toch die kleine dingen, zeg maar, maken echt een enorm verschil daarin. Ja. En je hebt e-players op elk verschillende gebieden, hè? Ja. Dus secretarieel of plannen organiseren. Maar je kunt ook e-players hebben op financieel gebied of op marketingvlak. En stel dan voor dat jij een virtuele e-player zou aanhaken op vlak van marketing, die echt met jou mee gaat denken, hoe kunnen we jou nieuwe diensten die jij nu in de markt gaat zetten gaan schalen. Hoe zou dat voor je zijn als met jou mee gaat denken, hey, waar liggen kansen, mogelijkheden om echt jouw bedrijf te boosten? Ja, dat is heerlijk, omdat je dan niet meer allemaal zelf hoeft te doen en een ander kan je daarin helpen en je kunt dus veel sneller gaan. Ja. Dus eigenlijk kan ik mijn ideeën dan gewoon puur delen met een ander, waardoor het vervolgens het werk gedaan wordt en je kunt veel sneller gaan en dan kun je veel meer impact maken en je bent gewoon continu zichtbaar, wat een enorm effect heeft op je business. Ja. Ja. En wat is jouw tip aan ondernemers, waarom zouden zij met een e-player gaan besteden aan een e-player, de ondernemers die dat nog lastig vinden? Wellicht, ze kunnen natuurlijk bijvoorbeeld blokkades hebben, dat ze denken, hey, een e-player is misschien duurder of niet. Dat kunnen aannames zijn die je hebt, dat hoeft niet eens per definitie zo te zijn. Mm-hmm. Maar je hebt er gewoon geen gedoe.
En je wilt geen gedoe in je bedrijf. Dus het is geen gedoe. En ze helpen je groeien. Dus ja, ik zou het zo snel mogelijk eigenlijk doen. Ah, ik vind zelf dat ik daar misschien wel te lang gewacht mee heb. Dus, Als je het nu opnieuw zou moeten doen, zou je het sneller uitbesteden. Ja, zou ik veel, sneller uitbesteden. Ja. Omdat ik zie dat dat juist de sleutel is naar die groei. Ja. Dus, wat is jouw tip aan VA's die nu al een VA-bedrijf hebben? Waarom doorgroeien naar een virtuele e-player? Nou, ik denk dat de impact die zij dan maken veel groter is. En ik denk dat je daar uiteindelijk veel meer een connectie krijgt ook met je klant. Want je krijgt een belangrijkere positie in het bedrijf voor die klant. Maar daardoor krijg je er zelf ook meer voldoening uit. Je werk wordt meer gewaardeerd. En je komt op een gelijkwaardiger niveau te staan met de ondernemer. En je doet het echt samen. En daar krijg je echt veel meer voldoening uit. Ja, ja, dus je wordt echt die sparringpartner die naast de ondernemer staat. Je hebt veel meer impact, haalt veel meer uit jezelf. Ja. Veel meer uitdaging. Maar ook gewoon de verbinding, zeg maar, die je dan voelt met elkaar. Ja. Zeg maar, dat je het echt samen doet. Ja, dat is wat energie geeft. En dat geeft een VA natuurlijk ook energie als je dat krijgt. Dus, Nou, dankjewel. Nou, graag gedaan. En heel veel succes met jouw building your business.